vind zelf dat er erg mooie documentaires zijn gemaakt. Ik weet dat er heel hard voor is gewerkt en dat er ook heel veel geleerd is. Zoals ik dan bijvoorbeeld van iemand een mailtje kreeg, een vader, en die zei: mijn dochter kan nu echt op verschillende niveaus editen en monteren met geluid erin en muziek en dan voice-over. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk om dat dan te horen. We hebben net naar 7 documentaires van plusklassers gekeken. Ja. Hoe vond u ze? Ik vond ze erg goed. Ja, ik ben heel trots op mijn leerlingen. En je bent werkzaam op welke school? Ik werk ook in Alkmaar. Binnenkort werk ik in Heemskerk na de zomervakantie bij een school. Maar dit doe ik 1 dag in de week. Ja. En die leerlingen doen er dan 2 jaar over een documentaire maken. Hoe ging dat? Ze doen niet 2 jaar over een documentaire maken. Dit is zeg maar de afsluitende opdracht van de plusklas. En ze leren bij mij ook andere dingen, als websites maken, het samenwerken, leren is erg belangrijk. Is op een andere manier uitdagen. We hebben bijvoorbeeld een heel project gehad over het brein, over de hersenen. Dus dat is een hele andere manier eventjes van leren voor die kinderen. En het is een vaste afsluiting van de cursus, een documentaire maken? Ja, dat klopt. In groep 8 hebben ze als vaste afsluiting een documentaire. En we zijn dit jaar dan naar AI geweest in Amsterdam. En hebben ze geleerd hoe ze moeten monteren en editen. En hoe je een storyboard moet maken. En op die manier zijn ze zelf een documentaire gaan maken. En hebben ze de onderwerpen ook zelf bedacht? Ze hebben de onderwerpen helemaal zelf bedacht. Ja, ik heb natuurlijk wel geholpen om het een beetje een richting te geven. En wat kan je er dan van leren of wat wil je er dan van weten? Wat steken die kinderen nou het meeste op van zo'n opdracht maken? Nou, dat is een goede vraag. Het is sowieso erg belangrijk, hoe ga je dit plannen? Ze zijn vaak niet goed thuis in hoe lang heb je de tijd voor iets. Dus ze weten wel de einddatum. Maar om dan echt te gaan plannen is best wel heel erg lastig. En ze moeten dan ervoor waken om dat niet op het allerlaatste moment te doen, want dan lukt het niet. En vervolgens, denk goed na over een opbouw. Iets moet een kop en een staart hebben. Het samenwerken is erg belangrijk, want je doet het niet alleen. Ze kunnen vaak wel zelf een heel goed idee hebben, maar je moet het wel samen over eens zijn wat je gaat doen. Dat zijn gewoon mooie leermomenten. Hey, maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen, jongens? We zitten beide in de plusklas. Toen kwamen we dus zo elkaar tegen en toen hebben we samen een documentaire gemaakt. Waarom hebben jullie die documentaire gemaakt over voedselverspilling? Omdat we dat een interessant onderwerp vonden om te weten hoeveel voedsel wordt verspild per jaar. En hebben jullie ook een oplossing voor dat probleem, jongens? Je kan proberen eten te kopen wat bijna over datum is, maar wat je gewoon nog kan eten. En als je het wil, kan je ook voedsel brengen naar de voedselbank. Hey, en ik heb begrepen dat jullie begonnen zijn in Amsterdam, hè, bij AI. Was dat leuk? En we dachten eerst dat filmen lang duurde, maar toen we eenmaal bij het monteren waren, werd dat het langste stuk. Dat is een beetje lastig, hè? Wie van jullie het van 2 heeft gemonteerd of heb je het samen gedaan? Allebei, we moesten gewoon maken. Wat vonden jullie nou het leukste, jongens, van zo'n reportage maken? Het filmen en het interviewen van andere mensen, dat is wel leuk. Het is wel best lastig, hè, denk ik, hè, monteren. Hè? Je wilt natuurlijk het beste stuk wat je hebt erin zetten, maar dat lukt niet altijd. Dus jullie hebben samen een documentaire gemaakt, hè? En waar ging die over? Die ging over sociale media. En hoe zijn jullie zo tot dat onderwerp gekomen? Ik gebruik het heel veel. En volgens mij zij ook. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk? Nou, 2 jaar geleden toen kwam er de plusklas. En toen zijn, dat is dan voor wat slimmere kinderen, die zijn daar dan, gingen daarin. En dat heeft mijn juf, heeft dat gedaan. En met nog 2 andere kinderen. En hebben jullie dat allemaal zelf bedacht, jongens? Of hebben jullie nog een training gevolgd? We moesten, het was een soort van toets en dan waren het allemaal vragen die moest beantwoorden. En als je heel veel goed had, dan ging je naar plusklas. En hebben jullie je nog voorbereid en hoe hebben jullie dat gedaan op het maken van een reportage? Eerst hadden we een blad wat we
allemaal precies wouden doen. Welke vragen we wouden stellen en achter welke vragen waar we achter wouden komen. En ja, het was een onderwerp waar we nog niet heel veel over wisten. Waar je het wel vaak gebruikt, maar toch niet heel erg veel over wist. Wat vonden jullie nou het moeilijkste? Ja, ik denk toch wel informatie zoeken, want er is ook niet heel veel over te vertellen. En waar vonden jullie die informatie dan? Internet. Wat zijn nou de leuke dingen van die plusklas? Nou, de leuke dingen zijn voor mij als leerkracht is dat het je kan wat gaan uitleggen en ja, het werkt gelijk. Ja, dat is gewoon heel bijzonder eigenlijk voor die leeftijd.